Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over spiervezelactivatie en waarom je niet iemand op zijn uiterlijk kan beoordelen. Waarom ziet de ene persoon er sterk uit en is die persoon niet heel sterk? En waarom ziet de ene persoon er niet sterk uit, maar is die persoon wel sterk? Komt-ie! Voordat ik deze video begin, wil ik wel even vermelden dat ik de foto van Anthony die ik in mijn thumbnail heb gebruikt, dat ik daar toestemming aan hem voor heb gevraagd. Leek me wel zo netjes natuurlijk, als ik iemand anders een foto gebruik, dat ik dat even netjes aan hem vraag. En daar wil ik aan toevoegen, ken je Anthony niet? Neem dan eens een kijkje op zijn kanaal. De link staat onder deze video. Lijkt me een beetje stug dat je hem niet kent. Hij maakt supergoeie fitnessvideo's, supergoede kwaliteit, laat oefeningen zien, vlogt, etc. Kan je echt nog wel wat van leren. Ik kreeg de volgende supergoeie vraag van Aziz Jansen gesteld. Als ik naar jouw fysiek kijk, kom ik tot de conclusie dat het gezegde van get stronger to get bigger niet klopt. Hoe kan het zijn dat je zo sterk bent op de compound oefeningen, maar niet heel groot bent? Ter vergelijking met Anthony, hij tilt veel minder dan jou, maar is wel groter. En de volgende vraag, ik kijk uit naar jouw ideologie wat jou op strength training drijft. Ook ben ik erg benieuwd waarom een mooi fysiek opbouwen niet jouw doel is. Oké, om die vragen te beantwoorden. Het verschil tussen mij en Anthony. Ik volg op dit moment een powerlift schema. Ik ben bewust bezig met alleen maar sterker worden. Anthony doet aan, ik ga ervan uit dat hij bodybuilding doet, of dat hij in ieder geval zijn lichaam wil verbeteren. Laten we het voor het gemak bodybuilding noemen. Dat is gewoon een heel andere tak van sport. Bodybuilding, krachttraining / powerlifting is gewoon compleet wat anders. Waarom en hoe en wat zal ik verderop in deze video uitleggen. Het andere grote verschil is natuurlijk ook dat mijn lichaamsvetpercentage is een aanzienlijk stuk hoger dan dat van hem. Dat van hem zal misschien maar tussen de 6 à 10% liggen. En dat van mij misschien wel 12, 18, 15. Ik heb geen flauw idee. En het verschil daarin is natuurlijk, ook al zou ik een berg spiermassa hebben, hangt er alsnog een laagje vet overheen. Dus zou je het niet of nauwelijks zien. En het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als je Anthony hebt en hij zet wat meer vetmassa aan, dan verdwijnen natuurlijk ook veel van zijn spieren. Natuurlijk zijn die spieren er wel, maar die zitten onder het vet. En natuurlijk blijft het vet nog wel redelijk in vorm, maar je ziet er wel aanzienlijk minder groot uit. En het laatste hele belangrijke verschil is dat een lichaam zich aanpast aan het type training wat hij doet. Aan het type training wat het lichaam krijgt. Je moet specifiek trainen als je ergens specifiek goed in wilt worden. Als je natuurlijk aan krachttraining doet en je wilt echt alleen maar sterker worden, dan word je sterker. Mits goed eet, goed traint, mag voor zich spreken. En als jij bijvoorbeeld gaat hardlopen en je gaat altijd lange afstanden lopen, natuurlijk word je dan een goede marathonloper. Het verschil tussen mij en Anthony is dat Anthony er voor zijn fysiek natuurlijk traint. Hij wil er beter uitzien, hij traint ook op die manier en natuurlijk zal hij daardoor groter worden. En ik train alleen maar op kracht, dat is een compleet andere manier van trainen. En natuurlijk zal ik dan sterker worden. Al is het niet zo, moet ik het zeggen, niet zo eenzijdig te zeggen. Je traint op spiermassa, je wordt alleen maar gespierder, je traint op kracht, je wordt alleen maar sterker. Ik zal daar straks een illustratie laten zien met wat blauwe balkjes. Komt verderop in deze video. Maar eerst wil ik het volgende bord uitleggen wat achter mij aanwezig is. Ik heb hier achter mij het een en ander getekend over spiervezels en wat spiervezelactivatie. En dan wil ik het verschil uitleggen waarom een persoon sterker wordt en waarom een persoon gespierder wordt. Het verschil hiertussen. Dit ziet er moeilijk uit, maar ik zal het in Jip en Janneke taal uitleggen. Zoals ik in mijn personal trainingsboeken heb geleerd, ga ik het hier voor jou uitleggen. Zo duidelijk mogelijk. Stel je voor, wij hebben een spier. Ik heb hier voor mijn voorbeeld een bicep getekend. Wat ik tegen mijn klanten altijd zeg is, beeld je in dat je een touw hebt. Als je nu voor je een touw inbeeldt, een touw bestaat natuurlijk niet uit alleen maar touw. Een touw bestaat uit een dunne touwtje, wat gewikkeld is in een bos. En die bossen samen maken weer één groot dik touw, vooral zo'n dik scheepstouw. En dat moet je nu even voor je halen. Oké, dus we hebben mijn bicep. Die bestaat natuurlijk uit één spier. Die spieren bestaan weer uit een paar spiervezelbundels. En die bundels bestaan weer uit een paar losse spiervezels. En als laatste hebben we de sarcomeren, en dat is dus de actine en de myosine. Mag je eigenlijk allemaal vergeten, het gaat mij om de spiervezels. Aan die spiervezels zitten een aantal motorneuronen. Samen noem je dat een motorunit. Dit moet je inbeelden als, stel je voor, ik span nu mijn bicep aan. Ik doe dit.
kan je vergelijken met een stopcontact. Je doet een stekker in het stopcontact, er gaat stroom naartoe, de lamp gaat aan. Dat is nu wat mijn hersenen doen. Er gaat een stroompje van mijn hersenen naar mijn bicep die zegt, oké, bicep, aanspannen. Oké, tricep, aanspannen. Bicep, aanspannen. Dus op het moment dat ik dat doe, dan activeer ik een aantal motor units. Dus één neuroon met één spiervezel is één motor unit. Als het gewicht niet zwaar genoeg is, als ik deze stift hier in mijn hand heb en mijn lichaam heeft aantal, deze bicep heeft aantal honderden motor units, dan zal ik er misschien nu maar even ter illustratie, zal ik er misschien maar één of twee aanspreken, want het gewicht is gewoon niet zwaar genoeg. Het is niet nodig. Op het moment dat ik een dumbbell pak en die is pak een beetje 20 kilo en ik ga met zware kracht omhoog, dan heeft mijn lichaam zoiets van oké, nummer 3 moet aan, nummer 4 moet aan, nummer 5 moet aan, nummer 6 moet aan. Je moet meer spiervezels activeren, meer motoneuronen, motorunits activeren. Op het moment dat je aan bodybuilding doet, is het gewicht daar niet zwaar genoeg voor. Stel je voor, jij maakt 12 herhalingen. Natuurlijk wordt het dan zwaar, maar het is een heel andere manier van trainen. Je hebt helemaal niet al die motoneuronen nodig. Het gaat dan natuurlijk meer om het verzuren, meer om het scheuren van die vezels. Die vezels die scheuren, die herstellen, worden dikker, worden niet sterker. Dus, even ter illustratie, stel je voor je doet bodybuilding en je bent lekker die 12 herhalingen aan het maken, gebruik je misschien maar de helft van deze motoneuronen. Dus ook de helft van de spiervezels. En die spiervezels worden groter en dikker. En als jij aan krachttraining doet, gebruik jij misschien de helft van deze motoneuronen. En op het moment dat je pusht, ik zal een herhaling van mij laten zien van mijn squat, mijn PR squat, 170, en daar squat ik, dat gaat net, dat kostte me zoveel energie. En het enige wat mijn lichaam dan denkt is, oké, nummer 1 moet aan, nummer 2, kom op. En op het moment van dat je het niet meer haalt, denkt je lichaam, shit, ik kom motoneuronen tekort, ping, daar gaat nummer 3 aan, ping, daar gaat nummer 4 aan. En natuurlijk gaan ze op een gegeven moment niet allemaal tegelijk aan, anders zou je binnen één week 170 kilo kunnen squatten. Dat duurt natuurlijk een tijdje. En de volgende training ga je zo weer door. Activeer je die weer en activeer de volgende en activeer de volgende. Dat is dus het grote verschil. Je hebt motorneuronen, motorunit activatie tijdens krachttraining en niet tijdens bodybuilding training. Uiteraard worden ze geactiveerd, alleen anders en belangenna niet allemaal. Ik wil er nog een keer een aparte video over maken. Dat zal ik even skippen. Maar het gaat bij krachttraining niet alleen om het aantal motoneuronen wat je kan aanspreken. Het gaat er ook om hoe snel worden deze aangesproken. Dus 1, 2 en 3 en 4. Kunnen die allemaal tegelijk, gaat om millisecondes, gaan die allemaal tegelijk aan en dan kunnen ze die explosieve kracht leveren. Of gaat nummer 1 en nummer 4 en dan een halve milliseconde later nummer 3 aan, etc. Ze moeten natuurlijk wel goed samenwerken om in één keer kwam die explosieve kracht te kunnen geven. En wat ik zei, ik wil de illustratie dus even laten zien. Mensen denken altijd dat je of alleen op kracht traint of alleen op spiermassa. Komt-ie, de foto. Hier zie je aan de linkerzijde van de kolom het aantal herhalingen en aan de bovenkant het effect. Zoals kracht en massa, pure massa, etc. Mensen denken vaak dat je met 1 tot 5 herhalingen dus alleen kracht opbouwt, maar dat is niet zo. Als ik nu deze tabel erbij haal, dan zie je wat er gebeurt wanneer je puur op kracht traint. Als je puur op kracht traint, word je dus niet alleen sterker in de 1 tot 5 rep range en de 6 tot 8 herhalingen, maar ook in de 8 tot 12 en de 12 tot 15 herhalingen. Ook train je niet alleen op kracht en een beetje massa, nee, je krijgt kracht en massa, pure massa en zelfs een beetje spieruithoudingsvermogen. Dus Aziz Jansen, ik hoop dat dit je tweede vraag/slash opmerking. Hij was niet heel duidelijk gesteld, maar ik denk dat ik je begrijp. Ik kijk uit naar jouw ideologie, wat mij op strength training drijft. En waarom ik geen goed fysiek wil. Dus ik ga ervan uit dat je wilt weten waarom ik aan krachttraining doe en waarom ik geen goed fysiek wil. Laten we het volgende voorop stellen. Mijn fysiek is inderdaad niet het belangrijkste wat er is. Maar ik moet nog wel in de spiegel kunnen kijken en tevreden zijn over mezelf. Buiten dat is het ook niet goed voor je gezondheid om al te dik te zijn. Het is niet ideaal om al je doelen te behalen als je heel dik bent. Dus dat is dat. Ik hoef er niet fantastisch uit te zien. Ik wil er natuurlijk wel normaal uitzien. Ik train mensen, dus ik moet wel fatsoenlijk voor de dag komen.
Als het zomer is, zal ik er heus wel weer wat kilootjes afhalen en dat ik daarna weer doorga. Ik hoef niet bijvoorbeeld de nieuwe Alex-monen te worden of de nieuwe gordijnen die echt redelijk wat vet hebben, maar gigantisch sterk zijn. Dat hoeft ook weer niet. Ik wil gewoon sterk zijn met nog een fatsoenlijk vetpercentage. Als we een powerlifter als voorbeeld hebben, zo iemand vind ik er mooi uitzien. Het doel is natuurlijk van powerlifting om zo sterk mogelijk te worden op de drie lifts met een laag lichaamsgewicht of het lichaamsgewicht wat het beste bij jou past. Mijn ideologie op strength training. Waarom doe ik dit? Waarom maak ik deze video's? Hoe en wat? Ik had hier afgelopen week een klant bij mij thuis. En die jongen die vroeg aan mij, Raymond, hoe lang trainen we eigenlijk? Ik zeg, dat weet je toch, 60 minuten, daar betaal jij mij voor. Hij kijkt op de klok en zegt, ja, maar we zijn al 1,5 uur bezig. Ik zeg, ja, dat is helemaal niet erg, zolang er geen klant naar jou komt. Ik zeg, dat maakt mij niet uit, weet je. Ik vind het gewoon leuk om iemand anders te trainen. Het is echt, ja, ik raak daar gewoon gefascineerd door. Het is gewoon mijn passie om iemand anders te helpen. Hij was aan het squatten. Hij squat naar beneden. En ik wist van, nou, het gaat zwaar voor hem worden. We hadden het lekker opgebouwd en we gingen naar zijn werkzetje toe. Het was het derde werkzetje van de vijf. En ik denk, nou, had er al wat moeite mee, maar ging goed. Dus hij zakt naar beneden en ik zit er dan gefocust naar te kijken. Kijk of alles goed gaat, rugpositie, kniepositie, ademhaling, etc. Hij zakt naar beneden. En het eerste wat ik doe is ook, ik neem lucht in mijn buik. Ik span ook mijn buik aan. En, zo loop ik naar hem te kijken. Op het moment dat hij omhoog komt, haalt hij net. En ik verstijf gewoon helemaal zelf tijdens het instructie geven. En ik leef zo erg met iemand mee op dat moment. En dat vind ik, ja, dat doet mijn lichaam gewoon. Ik vind dat gewoon fantastisch. Wat mij ook wel eens eerder is opgevallen, is dat ik dan les stond te geven. En na het einde had ik toch een partij pijn aan mijn kaken. En ik denk, hoe komt dat nou? En ik film mezelf wel eens om een betere instructeur te worden. En kijken wat ik aan mezelf kan verbeteren. En toen heb ik dat soort te kijken. En ook na zitten denken. Ik denk, ik sta gewoon nu uur lang, sta ik te lachen. En als ik dan daarna nog een klant heb, denk ik, ja, dan sta ik nog steeds te lachen. Waarom doe ik dit? Ik hou er gewoon van. Ik vind het gewoon leuk. En op het moment dat ik dan naar bed wil gaan en ik lig in mijn bed, dan ben ik zo hyped, heb ik zoveel energie dat ik 9 van de 10 keer niet eens kan slapen. Dan duurt het gewoon 1,5 uur voordat ik in slaap kom, terwijl het normaal binnen 5 minuten is. Dus waarom doe ik dit? Ik denk dat dit komt doordat ik zelf, ik was, nu op het moment ben ik weer terug op mijn oude gewicht, alleen dan met wat meer spiermassa. Ik ben een aantal jaar geleden, ik gok een jaar of 5, 4 geleden, ben ik 23 kilo afgevallen. Er was niemand die mij hielp, er was helemaal niks. Het enige wat ik heb gedaan was, ik ging met mijn domme hoofd gewoon wat doen. En dat lukte niet. En ik was chagrijnig thuis en ik ging weer opnieuw beginnen. En weer. Totdat ik gewoon door trial and error, vallen en opstaan, gewoon mijn doel bereikte. En ik ging natuurlijk opzoeken op internet. Hoe kan dit beter? Hoe kan dat beter? Wat moet ik aan voeding doen? Wat moet ik dit doen? Personal trainingsboeken gekocht. Fitnessinstructeurboeken gekocht. Meerdere boeken gekocht. Over spieren aanspreken, et cetera. Fysiologie, anatomie. Alles gewoon opgezocht. Alleen er was niemand, op een gegeven moment behaalde ik mijn doel en ik was helemaal gelukkig. Alleen er was niemand die ik kon bedanken. En op de een of andere manier vond ik dat toch vervelend. Ik had zoiets van, zo, weet je, vroeger kreeg ik nog wel eens op school commentaar van, oh, je bent dik of weet ik veel wat. En dat was natuurlijk niet leuk. En als ik dan iemand had om te bedanken, het was me eindelijk gelukt, die persoon, die had ik gewoon de rest van mijn leven dankbaar geweest. Ik had hem gewoon per direct, hier heb je 500 euro, puur omdat die persoon zo'n groot obstakel voor mij uit de weg had gehaald. Maar die was er niet. Ik had alleen mezelf. En op dat moment dacht ik van, ja, ik wil er zijn voor iemand anders. Een maat van mij heeft ooit eens, om deze video af te sluiten, ik begon na te denken. Ik heb wel eens een discussie gehad met een maat van mij, zoals jullie vast ook wel eens hebben gedaan. Stel je voor, je wint 30 miljoen. Je koopt een Lamborghini, je bent een nieuwe Joe Bob Beukers. Je springt van een flatgebouw af met een parachute. Je doet aan bungee jumpen. Je hebt alles gedaan wat je wilde. Je hebt geld zat. Het kan niet op. Het is gewoon geweldig. Je hebt alles gedaan. Maar op een gegeven moment gaat dat dus vervelen. Je hebt alles. En toen zei die maat van mij, hij zegt, Raymond, waar word jij dan nog vrolijk van? Waar word jij nog gelukkig van? Ik begon na te denken. Ik zeg, zou ik niet weten, man. Ik zou het echt niet weten. Ik zeg, ja, ik begon gelijk na te denken. Ik denk, ja, ik koop wel een Lamborghini. Ja, die heb je al. Ja. Ik weet het niet. Toen zei hij tegen mij,
Hij zegt, het enige ding waar je gelukkig van wordt, is iemand anders helpen. Dus ik begon na te denken, iemand anders helpen. Inderdaad, als je iemand anders helpt, word je daar vrolijk van. En dat is dus eigenlijk de reden, in combinatie met het dat ik niemand te bedanken had, dat ik, naast mijn huidige baan, part-time personal trainer ben gaan worden. En dat ik dat ooit eens een keer fulltime zou willen gaan doen natuurlijk. Omdat het gewoon fantastisch is om iemand anders te helpen. Al heb je miljoenen. Het is allemaal geen dol waard als je er geen voldoening uit haalt. Je haalt alleen voldoening uit andere mensen helpen. Tot volgende week.